Dit is de plaats voor het Nationale Monument. Het Middendamterrein in Amsterdam, waarvan talloze Nederlanders mede-eigenaars gaan worden. Ook de 3600 motorrijders die op een kille zondag naar de hoofdstad getuft zijn. De KNMV had een sterktocht georganiseerd ten bate van de Stichting Nationale Oorlogsmonumenten. En iedere deelnemer die de tocht volbracht, werd koper van 1 vierkante centimeter van het damplantsoen. Voor dit doel trotseerden oud en jong de gutsende regen en de kletterende hagelbuien. Het grote verzamelpunt was de Dam, die na verloop van enige tijd het aanzien kreeg van een geallieerde motordump. Onze nieuwsgierigheid ging uit naar de nummerborden. En inderdaad, uit alle hoeken van Nederland waren ze gekomen. Allen zullen ze, behalve de sportieve voldoening, het besef gehad hebben dat ze een steentje bijdroegen tot de bouw van ons nationale monument.